welkom weer bij een nieuwe aflevering van Autogek. En we hebben er weer zin in deze week. Daniel, hey, want we hebben best wel leuk nieuws ook. Hè? We hebben alles bij elkaar wel weer verzameld. Ja, een heleboel leuke dingen. Absoluut. Ja. Snel maar weer van start met het Formule 1 nieuws van deze week. Ja. Nou, het meest opvallende nieuws vonden wij, buiten dat Nick de Vries nu langzamerhand aan het einde van kampioenschap kampioen kan worden, gaan we volgende week op terugkomen. Ja. Max krijgt een nieuwe motor. Alweer? Ja, nou, alweer. Dus nummer 4. Ja. En dat wordt ook de Spec 4 motor wordt die genoemd van Honda. En dat zou dan weer wat extra vermogen moeten geven. En vergeet niet, die andere jongens hebben ook allemaal motorwissels gehad. Ja, ja, ja. En, die hebben ze in Monza genomen, die penalties. Hij krijgt dus 5 plekken strafpenalty. Ja, nou, mag. Maar ja, aan de andere kant, wij vinden dat altijd wel leuk, want dan komt hij een beetje in het midfield terecht. Ja. En dan krijgen we ook weer wat om te zien, toch? Ja. Overgaand naar Max, ja, dan blijf je eigenlijk bij Max en een beetje bij het Formule 1. Want dan komen we op Zandvoort 2020 terecht. En daar is natuurlijk een hoop over te doen geweest. Er waren wat kikkertjes en hagedissen en andere kruipend spul gevonden in de bosjes rondom het circuit. En hebben dus milieuorganisaties aangegeven dat kan eigenlijk die hele Grand Prix niet doorgaan. De rechter in Haarlem heeft tegen de milieuorganisatie gezegd dat ze maar even moeten afzien van een kort geding. Omdat er A, nog helemaal geen werkzaamheden begonnen zijn. En B, doet Zandvoort en de organisatie er al alles aan. En zijn de diertjes, geloof ik, geëvacueerd naar een plekje, een rustig plekje, 200 meter verder. Dus het zal allemaal wel loslopen. Het is allemaal addergebroed, hè? Het is allemaal addergebroed, ja. Dat is de een of de ander. Dit is wel een aardig momentje van de afgelopen Grand Prix in Singapore. Ja. Vriend Magnussen, die had toch een behoorlijke race gereden. Ja. Die reed op de 8e plek op een gegeven moment. En een paar ronden voor het einde ging zijn tempo er helemaal uit. Ja. En hij schoot voorbij zijn rempunten en ze begreep maar niet wat er aan de hand was. Als je nou goed kijkt op het cirkeltje op deze foto, zie je daar een plastic zakje zitten. Jawel, een plastic zakje. Ja. Dat heeft dus zo verschrikkelijk veel effect, want daardoor kon die lucht niet meer door die voorvleugel komen. En hier hebben we nog het bewijsmateriaal. Dit zakje heeft dus veroorzaakt, dus iemand heeft zijn boodschappenzakje uit zijn handen laten blazen op de straat. En dat komt dan tussen zo'n voorvleugel en dan raakt de hele aerodynamica van die auto helemaal in de war. Onvoorstelbaar. Je ziet het, hè? Die plastic soep, we hebben er overal last van. We hebben er overal last van. Tot op het circuit toe, ja precies. We gaan even naar het autonieuws. We gaan naar het autonieuws, jazeker. Het autonieuws, nou, begint met dit plaatje. Dit is een Volvo XC90, Daniel. Dus auw. Ja, dat was oeps, auw. Want die kwam eentje tegen, dat was een... Een Ford Mustang, ja. En volgens mij een nieuwste type ook nog. Dus, ja, want die had hem net opgehaald bij de garage. Ja, als je nummerplaat had hij er nog niet op. Nee, inderdaad, hij heeft nog een tijdelijke nummerplaat. Ja. Dus hij mocht ermee naar huis rijden. Ja. Dus ik hoop maar dat die goede man goed verzekerd is. Ja. We kijken eventjes naar hoe het voorval eigenlijk gebeurd is. Want ook dat staat weer op video. Beetje van de rijbaan, juffrouw. Wow, 100 hier. Ja. En daar gaat de Mustang. Oh. Daar kan ik al verschrikkelijke pijn in mijn buik van krijgen. Ja. Nou ja, dat zal zij ook wel naar het ding, want het is toch best wel een hele klap geweest. Ja. En ook op die Mustang. Ja. Zijn de mensen er goed van afgekomen? Ja, blijkbaar zijn beide bestuurders met lichte verwondingen eraf gekomen. Ja. Het schijnt zelfs zo te zijn, Daniel, dat statistisch gezien het niet mogelijk zou zijn dat de Volvo-rijder eraan zou komen te overlijden. Niet? Nee, want er is nog nooit een Volvo betrokken bij een ongeluk geweest waarvan de bestuurder het niet overleefd heeft. Oh. Van die XC90. Wereldwijd niet. Vind ik een boude bewering, maar goed. Wereldwijd is er nog nooit iemand blijkbaar om het leven gekomen in een Volvo XC90 die bij een ongeluk betrokken was natuurlijk. Nee. Nou, kan best zijn dat je een hartstilstand krijgt. Ja, dat heeft dan niks met de auto te maken. Nou ja, wie weet. Ik ben niet zo'n Volvo-rijder. Nee, als je gedwongen wordt in de auto te gaan zitten, dan sta ik niet voor de gevolgen. Nee, precies. Maar goed, ze kwamen er allemaal toch alweer. Gelukkig maar. Ja, zeker.
De benzineprijs. U heeft dat thuis allemaal gemerkt. Afgelopen weken was het natuurlijk paniek. Er was een aanval in Saoedi-Arabië. En de benzineprijs die zou enorm omhoog gaan. Inmiddels hebben we vandaag weer bericht gekregen dat de benzineprijs weer wat naar beneden gaat. De Amerikanen maken zich daar toch allemaal niet zo druk om. En hoe komt dat nou? Nou, volgens mij is de belangrijkste reden dat Amerika zelf een groot olieproducerend land is. Ja. Dus het zal ze aan de kont roesten wat daar in Saoedi-Arabië gebeurt. Dat maakt ze allemaal niet zoveel uit. Ja. En natuurlijk eventjes, de benzineprijs in Amerika, in de duurste staten is dat 70 cent, eurocent per liter. Ja. En als je in de zuidelijke staten zit, dan kan dat wel zo laag worden als 40 cent. Ja, en Alaska, dat ligt dan toevallig helemaal noordelijk. Ja, ja, dat precies. Is inderdaad zo. Ja, daar kost het helemaal twee keer niks. Nee, kost zeker niks. Dus als je dan een keertje 20 liter tankt, ben je 8 euro verder. Benzine hoeft helemaal niet duur te zijn. Nee. Degene die het meeste baat heeft bij die hoge benzineprijzen, dat is meneer Hoekstra, de minister van Financiën. Ja. Die lag zich 20 slagen in de ronde. Ja. Want ook de gasprijs is aan de benzineprijs gekoppeld. Dus als het ook maar even een beetje duurder wordt, dan zeg je van, lekker cash. Ja, zeker. Hoe gaat het nou, Daniel, als we daar toch even over hebben, straks met het elektrisch rijden? Ja. Want je zegt terecht, er zijn met zo'n dikke 8,5 miljoen auto's hier op de weg. Ja. Die tanken wat af. Als je het gaat uitrekenen, dan praten we over vele tientallen miljarden aan accijnzen. Ja. Op de brandstof alleen al. Als stel nou dat we morgen allemaal elektrisch gaan rijden, ben je die inkomsten kwijt als staat? Nee, want je denkt toch niet dat de staat zich die kaas van zijn brood laat eten. Nou, dus we krijgen accijnzen op de stroomprijs. Net zo makkelijk. Ja, maar als je nou zonnepanelen hebt? Ja, nou, dat is het mooiste als je je auto inderdaad op zonnepanelen kan laten lopen. Ja. Maar voorlopig zijn we nog niet zover. Nou dat in principe zijn we wel zover dat je auto op zonnepanelen kan lopen. Ja, dan moet je gewoon een week of drie later voordat er genoeg in zit om... Ik heb zelf nu zonnepanelen op het dak. Ik moet je zeggen dat dat toch wel redelijk op het dak... Nee, ik heb geen elektrische auto, maar ik bedoel... Okay. Voor een elektrische auto heb je helemaal niet zo idioot veel vermogen nodig voor nacht, weet je al. Dus ja... Ja. Maar even theoretisch. Stel nou dat je dus gewoon met zonnepanelen, dat iedereen dat nou op zijn dak heeft. Waar haal je dan je accijntje van? Krijg je dan net zoals in Spanje een zonnebelasting? Nou, misschien wel zoiets. Ja. Maar je gaat in ieder geval een belasting op krijgen. Of de wegenbelasting gaat omhoog. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Moet je bent automobilist, dus je zal bloeden. Of je het leuk vindt of niet. Ja. Wat nou stikstof? Ja. Hebben wij er wat mee te maken? Wel, nee joh. Zo'n klein beetje hebben wij daar mee te maken als automobilist. Ja, 9% heeft onze snelheid naar beneden. Ja. OW. Ja, 9%. Bloeienzekering. Ik denk maar dat je in Venezuela gaat wonen. In Venezuela? Ja, Venezuela. Daar is de brandstofprijs gewoon met afstand het allerlaatste ter wereld. Oké. Dan praten we over één of twee dubbeltjes of zo. Ja. Nou ja, goed. Ik weet niet of je daar graag wil wonen in dat land. Nee, dat is ook weer wat. Niet echt. Ja, dat is ook weer wat. Nee. We hebben het wel eens een keer eerder gehad qua veiligheid over veiligheidsgordels. Ja. Dat komt de laatste tijd, komt dat op een of andere manier zie ik dat in verschillende nieuwsberichten weer voorbij komen. Omdat ze er zo controleren, Paul. Ja. Ze zijn altijd wel ergens, zo'n mafkees met zo'n apparaatje die kijkt of je gordel omheen. Oké, maar nou zijn die veiligheidsgordels, er zijn alle auto's en veiligheidsmaatregelen in auto's, dat weet je, die worden in zo'n crashtest gedaan. En daarvoor heb je... Dummies. Exact. Nou, alleen in Duitsland in de jaren 70 werden daar hele andere dummies voor gebruikt. Oh, oké. Okay. Kijk even mee. No matter how well made, no crash dummy acts exactly like a human volunteer. That's why these German tests were particularly valuable to scientists studying whiplash. Another series of tests produced even more dramatic results. Researchers wanted to prove the effectiveness of seatbelts under actual conditions. The only safety equipment used in any of these tests was the one routinely installed in almost all cars. Seatbelts.
evidence provided by these tests is conclusive. Seatbelts save lives. All you have to do is use them. Christus Dummies, Daniel. Duitse Christus Dummies, ja. Nee, maar dat zijn dus vrijwilligers geweest. Ja. Echt vrijwilligers. Ja. Die zijn gewoon in zijn auto gaan zitten. Met 80 kilometer per uur zijn ze gewoon bijna frontaal tegen een auto opgereden. Nee, het waren dus geen oorlogsmisdadigers. Maar nee, het zijn echt vrijwilligers. Studenten en vrijwilligers. Dat is een onvoorstelbaar. Helemaal gek. Ja. Maar daar op doorbeduren ben ik nog toch even wat verder gaan zoeken. U heeft thuis ongetwijfeld allemaal wel eens dat je iemand achterin meeneemt in de auto. Of het nou de kinderen zijn of dat de volwassenen is. En laten we eerlijk zijn, we letten ook niet echt allemaal erop of ze de gordels om hebben. Nee. En dan denken we ook nog bij onszelf, vooral als er een volwassene achterin zit. Ja, als hij de gordel niet omdoet, is zijn probleem. Dat is toch niet helemaal waar. Kijk even mee naar het volgende filmpje. Leggen we het daarna even uit. Achterin. En waarom is dat nou? Ik wist het ook niet. Maar waarom is dat nou zo belangrijk, Daniel? Ja. Als je niet de gordel om hebt, ga jij het als bestuurder, zo'n klap die we net zagen, ja, dat is met 50 kilometer per uur achterop gereden worden, ga jij het niet overleven? Nee. Als bestuurder? Nee. Dus niet de man die achterin zit, nee. De bestuurder. En waar zit de uitleg daarin? Als bestuurder, dan zag je ook, dan maken mensen een klap naar voren, die airbag die gaat los, die vangt deze voorwaartse beweging, die klap vangt die op, maar die loopt gelijk leeg. Ja. Een fractie daarna krijg je achterpassagier in je nek. Gemiddeld persoon van 60, 70 kilo. Keer 50 kilometer per uur. Keer 50 kilometer per uur. Als je dat uit gaat rekenen, komen er G-krachten, want je stoelleuning breekt er vanaf. Daarmee wordt jouw hele hoofd en je borstkast wordt gewoon in het stuur geperst. Dat krijgt zo'n klap. Dat de experts zeggen, in de meeste van dit soort aanrijdingen overleef je dat niet. Ja, lekker dan. Dus een tip eigenlijk voor je thuis, zonder dat wij nou allemaal met hier lopen te prediken van het een naar ander. Maar een tip is wel, als je nou gaat rijden en in ieder geval buiten de bouwde kom, eigenlijk binnen de bouwde kom op, want je ziet met 50 kilometer wat voor schade dat wel doet, zorg dat iedereen zijn gordels om heeft. Dat was eigenlijk de les. Of lekker niemand meenemen. Lekker in je, alleen lekker in je eigen auto. Ja, dat is ook beter voor het milieu, ja, Daniel. Dacht ik, vind ik. In ieder geval voor mijn milieu. Ja. We zien hier een grote SUV. Een GMC is Ventura, dit. Nou, waarom nou die GMC? Daar heb jij wat nieuws over, Daniel. Het General Motors. Dat is niet alleen GMC. Maar er zit ook Chevrolet bij en zelfs die fantastisch mooie Cadillac Escalades. Die gaan 3,4 miljoen van die auto's gaan ze terugroepen. Want er zit een probleem bij de pomp van de rembekrachtiger, dus zeg maar bij de servo. Ja. Na verloop van tijd, en dan praten we wel even over een aantal jaren, maar na verloop van tijd verliest dat ding zijn kracht. Ja. En waar dat precies in zit, nou, dat hebben ze niet verteld. Dat vind ik ook niet zo heel relevant. Maar het feit dat hij niet meer remt, of bijna niet meer remt, ja, dat doet zich ineens voor. Dus ze gaan
al die auto's terughalen. 3,4 miljoen, dat is ongeveer de helft van ons hele wagenpark. Gaan ze terugroepen in Amerika om die rempompen te vervangen of in ieder geval te herstellen. Ja. Ik bedoel, van 0 naar 100 is helemaal niet zo'n probleem, maar van 100 naar 0 is minstens zo belangrijk. Ja. Echt, en zeker als je zo'n grote, gigantische bak, hè, zo'n fijne Escalade of een Sierra of een Silverado of wat dan ook onder je kont hebt, ja, dan is het toch wel verstandig dat je zeker weet dat het functioneert. Ja, dus dat, heb je zo'n ding, dat, even terug. Ja, dat die auto stopt. Ja. Ja. Afgelopen week, nog maar 5 dagen terug, Daniel. Ja. Toen liepen wij nog heerlijk buiten in het zonnetje, net zoals de rest van Nederland. Prachtig weekend geweest afgelopen weekend. Ja. Wij hadden ook een prachtig weekend en alleen een leuke zaterdag, want wij waren in Sumar. Sumar, ja. Suamer, zeggen ze Suamer. In Nederlands. Ja, ja. Sumar. Bij Jelle Waterma. Ja. Jelle is Riedekker, maar die heeft een museum. Een museum vol met Opel Blitzen. Kijk even naar mij. Bij het museum van Jelle Waterma, het Opel Blitz Museum. We kennen Jelle als de man van de rietdekken, van de rietgedekte boerderijen. En er staan hier een aantal dingen waar ik eens eventjes met jullie over wil hebben. Eerst even iets over onze eigen regio. Ik heb hier een Opel Blitz, uiteraard, dat zijn allemaal Opel Blitzen, met een heel bekend logo. Dit is namelijk het wapen van, volgens mij was het vroeger Wonseradeel, wat wij tegenwoordig Zuidwest-Friesland noemen. Daar is deze brandweerauto vandaan gekomen. En uiteraard een Opel Blitz. En er zitten een paar leuke verhalen aan deze auto. Brandweerauto's zijn natuurlijk groot in de meeste gevallen, met een hoop lawaai en een heel breed, want er moet vaak ook nog een heleboel water meegenomen worden. Maar deze brandweerauto, toen onze Trump een Trumpje was, toen liet hij een boot bouwen in Makkum. En guess what? Die boot gaat in de fik. Maar ja, het was bij die werf destijds, Amos, ik weet niet of het nog zo heet. Maar daar kon je in ieder geval heel slecht bij komen, in ieder geval met brandweerauto's. Dus je moest een brandweerauto hebben met een relatief smal spoor. En dat was deze auto. Deze auto heeft dus in zijn eentje de boot van onze grote vriend Trump geblust. Ja, ik weet niet of ze er nou nog trots op zouden zijn, maar anyway, het is in ieder geval gebeurd. En dat was toen nog een jaar of 4, 5 daarvoor, was er een molen en die staat tussen Lollum en Achlum, globaal gezien, de Marswal, en die ging in de fik. Maar ja, dan moet je het land in en zien we eens dat je daar komt. Nou, je hebt op zijn minst een behoorlijke pomp nodig om zo'n ding te blussen. En de enige auto die over die smalle bruggetjes kon, waar wij ze zelfs nog speciale balken hebben neergelegd om bij die molen te komen, om die molen te blussen, was deze brandweerauto. Dus deze brandweerauto heeft in ieder geval voor onze Zuidwest-gemeenschap nog een hele leuke betekenis. Ik vind het een heel leuk ding. Hij is ook helemaal compleet. Ik weet niet of hij open kan. Hij kon wel open. Dus maar dan ga ik even kijken. Ja. Kijk. En dan zie je dat er... Ho. Kijk, de brandweerslangen zitten er allemaal nog bij in. Ik vind dat wel leuk. Ik heb wat kennissen bij die brandweer. En dan zie je inderdaad dat die slangen zijn op een gegeven moment afgekeurd. En het uiteinde van de brandweerslang, dus waar niet zo'n aansluiting op zit, dat noemen ze met een vriendelijk woord een lul. Zo heet het echt. Staat zelfs in de dikke vandalen. Dus als je wil weten waar het woord vandaan komt, van de brandweerslang. Alles loopt nog, alles functioneert. Hij kan zo weer in dienst, maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Hè? Zo'n oude brandweerauto, hij staat hier omdat het een onderdeel is van de museale collectie. Deze is ook leuk. Dit is een aanzaagslang. Die gooi je in het water en om dat te voorkomen dat er allemaal troep en zeewier. Maar in ieder geval dat er allemaal plantjes en dergelijke bij inkomen, die blijven hier aan vastzitten. En dan kan je in ieder geval water uit de sloot gebruiken als bluswater. Dit is wel een hartstikke utile auto, je kan hem zo inzetten. Maar ja, overcompleet en een beetje oud en dan wordt het al heel gauw een stuk lastiger. Ik heb hier nog een hele mooie. Moet ik even kijken, was dat deze? Nee, dat is deze. Die staat ernaast notabene. Nog een brandweerauto met een verhaaltje. Dit is een vooroorlogse brandweerauto.
De open blitz, deze, die was in dienst bij de brandweer. En die werd op een gegeven moment gevorderd door de Duitsers. Die werd afgevoerd door de Duitsers naar Duitsland. En vanuit Duitsland is hij weer teruggekomen. En ik zie even iemand waar ik even nodig moet spreken. En daar heb ik dat ding voor meegenomen. Hi Jelle. Hoi. Gefeliciteerd met dit fantastische dag en dit fantastische museum. Nou, mooi. Ja, heel mooi. Dit moet voor jou een prachtige dag zijn. Ja, is het ook. Absoluut, hè? Ja. Hey, hoeveel heb je er? Weet je zelf al hoeveel Opel Blitz? 29 Opel Blitz. Ja. En niet één dezelfde, hè? Nee, dat wil ik ook niet. Nee, dat begrijp ik. Maar er zijn wel een flink aantal brandweerauto's. Maar daar zit dan toch allemaal zijn ze weer anders. Ja. Huh? Diezelfde heeft nog maar 3000 kilometer. 3000 kilometer? 3200, ja. Dat is echt niet te geloven. Ja. 3200. Ja, maar ja, goed, het is ook wel een speciaaltje. Geen dak, helemaal niks. Nee, een hele bijzondere carrosserie. Die komt uit bij de Sjaal Pernisweg, van de bedrijfshulpdienst. Ik heb ook een paar auto's en daar heb ik natuurlijk altijd een favoriet. Wat is jouw favoriet, Jelle? Auto's? Ja, van deze. Wat vind je nou de mooiste? De mooiste gaat niet om de mooiste. Nee? Waar je hem hebt. Ja, dat is inderdaad zo. De allereerste. Ja, de allereerste. Nou, deze. Die heb ik 35 jaar de eerste gekocht. Die blauwe. Ja, en die heb ik van het jaar weer gekocht. Oké. Ja. Dus die is weg geweest en weer teruggekocht? Ja, mijn broer had zijn uit elkaar gegaan. Ieder zijn eigen weg. Ja. En hij hield deze blitz. Maar hij kwam van het voorjaar en stond er op Facebook. Ik zei, die moet ik hebben. Ja. Dat was de eerste blitz. 35 jaar niet geleden en dan staat er open weer. Wel, wat mij opviel van deze is dat hij zo ongelooflijk origineel is. Ja. Ja, die is origineel. En daarnaast ook, die komt uit Noorwegen. Ja, die is ook heel origineel. En deze komt uit Nes, Mallema. Ja. Er is een verhaal bij. Ja. Toen ik hier kwam, had mijn broer die gehouden en toen wou ik die weer kopen. Ja. Die stond bij de Haan in Veenwouden. Ja. Op een sweater. Ja, sloop. Ah, hij was verrot en ik zei laat maar. Dus, en toen kwamen we hier weer. Ik denk, ik laat het zien als hij er nog staat. Ja. En we kochten dat ding, maar... En toen zei de vrouw was erbij en toen kwam een vrouw. En die zei van... wat heb je nou gekocht? Die was kwaad. Ja. Toen die verkocht werd. Dus, hij is van groenteboer geweest uit Nes. Die had nieuw gekocht. De zonen zijn hier een keer geweest. Die hebben hem weer bekeken. Vader was al overleden in de tussentijd. Die had hem graag willen zien dan een keer. Ja. En toen heb ik een aanhanger, die past een aanhanger. Die hebben we klaargemaakt. Ja. Ach, mooi, leuk. Dit is geweldig. Hele mooie combinatie. Nee? Maar als ik heel eerlijk ben, je hebt keepers. Hè, van de meeste type blitz heb je natuurlijk heb je wel... je mist er maar één, hè, geloof ik. Huh? Je mist er maar één nog. Een tonner. Ja, maar zijn nog meer met houten spaken en wat dan ook. De man in Rijkenvoort, Jan Spiering, die heeft heel oude nog, van 38, 28 of 29. Dat is heel oud. Ook blitzen, maar die vind je niet meer nergens. Dus. Nee, dan moet je echt het geluk hebben dat je er tegenaan loopt. Ja, dan moet je echt... Je hebt een tankwagentje, die vind ik zelf heel erg mooi. Diezelfde. Wat een kwaliteit is dat, zeg maar. Die hebben jullie ook zelf gerestaureerd, hè? Ja. Wel laten spuiten, maar wel verder veel zelf gedaan. Ja, geweldig. Nou, dat is een kraanauto. Een towtruck. Ja, twee kraanauto's. En dat is een originele. Ja, is dat een originele kraan? Oké. Okay. Dat wist ik niet. Nee. Ja, wel opbouwen door een kraan, maar een nieuwe auto onderkomen en toen moest er een kraan op. Ja. Hey? Ja. Ja, prachtig. Ja, je verzint het ook niet, hè? Deze, ik kan me nog herinneren dat het ding gewoon ergens in Drenthe rondrijdt, die meubelbak. Erika. Erika. Dat is in Drenthe. Ja, daar heb ik hem weggehaald. Ja, okay. Die had hem. Maar mogelijk, hè? Ja. En dit ding is, volgens mij is dat nog niet eens zo heel erg lang geleden. Ja, of ik heb hem al 5 jaar, denk ik. Ja. Maar je hebt hem zo uit het verkeer gekocht, zeg maar. Ja, hij had nog één staan, maar die was heel verrot. Dat was niks. Geweldig is dat. En je hebt nog iets heel bijzonders. Kijk, staat hij daar? Dat touring, die touringcar. Die staat. Een Opel Blitz touringcar, ja. Ja, maar ik heb die blauwe, die is nu aan het rijden. Die komt straks, ik denk dat straks hier weer op F komt. Okay. En die blauwe witte. Ja. Nou, en die andere touringcar is ook één. Maar dat is een oude schoolbus uit Oostenrijk geweest. Een schoolbus uit Oostenrijk? Oké, ja, dat is toch ook een soort van touringcar? Ja, eigenlijk wel. Een schoolbus uit Oostenrijk. Maar je moet hem maken, de stoelen moeten er nog vast in. Ik heb een, maar goed, je blijft ook altijd werk houden zo, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb er wel zin in om een beetje dit hier te houden. Ja. He? En
Het voordeel is als je alles nu bij de hand hebt. Hè? Je woont hier. Je woont hier bij het museum, zeg maar. Ja. Dus je hoeft niet eerst helemaal een kilometer of wat. Ja, en dan komt dus straks. Nou, eerste delegatie heb ik al. De uitnodiging. Okay. Jelle zei: heb je het klaar zijn? Wil me komen. De brandweerman van Hoogezaan, die bellen. Oh, ook. Wat leuk. Ja, die wil alleen komen kijken. Ja. Nou, hier komen deuren in, alleen twee deuren in, de andere komt dicht. Nou, dan laat ik ze mooi staan, kunnen doorheen lopen. Geweldig. Opel Blitzen en het waren inderdaad wel echt hele mooie auto's. Ja, fantastisch. Ja. Zal ik je vertellen? Ja. Er waren niet alleen auto's, hè? Nee. Er waren niet alleen Opel Blitzen, er waren ook nog mooie oldtimers. Hè? Zeker. Daar hebben we ook nog een paar hele mooie reportages van gemaakt. Maar wat ik echt heel leuk vond, dat waren een paar bromfietsen. Ja. Echte hele mooie Kreitlers en Zündapps. Ja. Daar hebben we ook nog een mooi filmpje van gemaakt. Ja. In het kader van Motorgek, kijk even mee. Nou, hier hebben we de twee grote concurrenten naast elkaar staan. Zündapp en Kreitler. En dat is dit nog wel een hele bijzondere KS80. Dat zou betekenen dat het een 80cc cilinder is. Dus dan moet hij een motorkenteken hebben. En dat heeft hij ook, een motorkenteken. Hij is watergekoeld. Het is dus geen bromfiets. Dat lijkt hij wel op, maar dat is dus niet zo. Hoewel ze er wel heel veel van weg hebben. Je zag dan ook wel dat ze op die KS50, en had je een groene, was het een boswachter. En had je een gele, dan was het een goudhaantje. En dan zie je wel eens dat ze daar dan van alles en nog wat opbouwden, wat er niet helemaal op hoorde. Maar dit met die gietwielen, prachtig, prachtig jaren 80. Ik vind het echt een fantastisch mooie Zündapp. Ze zijn trouwens hartstikke duur ondertussen. En hier een Kreitler van Veen. Ja. Die waren zeer gewild en zeer gezocht. Want die Kreitlers destijds. Nou, dat had je natuurlijk met verschillende cilinders, breitwand en dergelijke. Nou goed, gaat een beetje te ver om daar uitgebreid over te praten. Maar die deed het in de cross ook heel goed. Dan had je in Staphorst de firma Gebbe. En die maakte van zo'n Kreitler nou een onwaarschijnlijk racekanon. Of dat was crosskanon. En op een gegeven moment dachten ze bij Van Veen, dat is de importeur van Kreitler, dat kunnen wij zelf ook wel. Dus die gingen zo'n ding aanpassen. En dan zie je dat zo'n Kreitler van Veen, zoals die hier staat, eigenlijk alleen maar in Nederland verkocht is. En wonderlijk genoeg in Duitsland zeer gewild. Want het is een fantastisch mooie en vooral goed presterende bromfiets. Dus in Duitsland zijn deze dingen duurder dan in Nederland. Heel wonderlijk. Maar eigenlijk een hele mooie opsteker voor die firma Van Veen. Die trouwens ook de eerste Nederlandse motor met een wankelmotor maakte. Daar gaan we het later nog een keertje over hebben. Motorrijden is toch niks voor kleine jongens, hè? Nee, daar moet je een beetje stoere vent voor zijn. Ja. Of stoere dame natuurlijk. Zeker weten. Of in between, dat zou ook nog kunnen. Maar... ik weet niet. Nou, ik ben een filmpje tegengekomen van de week. Je twijfelt een beetje. Ik twijfel een beetje. Nou, laten we even kijken. Kijk even mee. Welcome to my profile on Fiverr.com. Please note, for the very first time and exclusively on Fiverr, I am offering this unique game wherein I will prepare a video sitting on my brand new Harley Davidson Street Bob. Dan denk je die stoere vent te hebben. Nou. Weet je wat wij gaan doen? Ja. We gaan echt de stoere kerels kijken. En daarna een bak koffie drinken. Dat dacht ik. Zeker. Eerst nu het tweede deel van de toertocht. Dit is al officieel wel een V-rad. Een V-rad, toch? V-rad, wat is het dan? Ja. Nou, leuk ding. Nou, hebben we nog meer pistolen staan? Oh, nog een dikke BMW. Dit is een variant op die andere. De GS was dat, is een beetje off-the-road model. Dit is echt het Tour model. Er zit hetzelfde bak onder, alleen dan wat gestroomlijnd. Dan zit je wat meer uit de wind. Dit is het Tour model. Ik denk wel ongeveer dezelfde motor. Parelleversysteem, heel vreemd veersysteem. Er zit een schokdemper voor in plaats van telescoop. Dit is een oude GPZ, 750. Vind ik een heel leuk ding. Heb ik ook gehad. Ik heb voor mij twee gehad.
een zwarte en een witte. Oude luchtkoeler, waar stond Kava best wel onbekend. Best wel een snel ding nog. Ik vind ze prachtig. Dit is een Fireblade. Volgens mij van Dennis. Is dit niet? Dit is de laatste variatie op het eerste model. Dus dit zeggen ze ook zijn de beste. Dit is het eerste ontwikkelde Fireblade blok. En dit is de laatste variant daarop. Hele goede motor. Klein, gaat heel snel. Voor zo'n oud ding nog. Dit is een VWR. Dat is, daar zit een heel verhaal aan vast. Dat ga ik nou niet doen. Maar dat zijn, zeggen ze, de best gemaakte motoren die er zijn. Onverwoestbaar, stuurt goed, gaat snel genoeg. Dat is een hele goede motor. Gaat ook bijna niet stuk. Een Husaren stukje van Honda. Dit is een Phaser. Dit is volgens mij zit daar het 600 blok van de Razer in. Dat weet ik niet zeker. Er zijn ook heel veel van verkocht. Zit mooi rechtop. Vlot genoeg. Best wel een leuk ding. Vroeger heel veel verkocht. Heel populair geweest. Nou, hier hadden ze eerst een tractor van willen maken. Is toch nog een motor geworden? Nee, grapje. Ja, Harley. Wie zien we dit? Heb je een nieuwe? Ja, best hoor. Dan moet ik ook een paar kruiwagens vol met geld uit het schip hebben. Dan moet ik ook even, even zeggen waar het schip ligt. Nee, mooie dingen. Leuk. Wat is het voor een? Een Fatboy. Een Fatboy. Ja, ik ben niet zo goed in Harleys. Ik ben meer van de motoren. Dat is wel goed. Eigenlijk is het zo. Ja, normaal zaten die motors te gras maaien, of niet? Ja, nou ja, motorlui onder elkaar, dat hoor je wel eens altijd. Geintrappen. En ik mag altijd heel graag de Harley mensen pesten. Dus natuurlijk, en daarnaast staat dan weer een heel goed merk, dat is een Kawa. Dit is een ZZR, het is een kleine variant op de 1100. De 1100 is echt jarenlang het snelste productiemotorfiets geweest die er is. En dit is een kleine variant erop. Ook heel veel van verkocht. Heel veel in Nederland. Deze ken ik eigenlijk niet zo goed. Het is een van de nieuwste Yamaha's. Dan ga ik even kijken. Het is een 3-cilinder, dus het zal een 900 zijn volgens mij. Wat staat erop? Ja, de XSR 900. Nieuw ontwikkeld blok. Het schijnt een heel goed en modern blok te zijn. Het is echt heel betrouwbaar, draait heel mooi. En het is een beetje, hoe noemen ze dat ook wel? Downsizing. Dat doen ze bij motorfietsen ook. Dus vroeger hadden ze volgens mij het meest 4-cilinders, nu 3. Dus. Waar ik best wel redelijk veel van verkocht. Ik vind deze trouwens niet zo raar. Ik vind het wel een leuke motor om te zien. Het is wel even wennen, de opbouw. Nou, dit is weer een Harley. Dit is volgens mij een Ultra Glide of een Electra Glide. En een Heritage Softail is het. Dat zeg ik, ik ben niet zo thuis in Harleys. Wel een mooi ding trouwens. Echt wel een mooi glimmend monster. Niet raar. Heel duur denk ik. Zijn er ook veel niet? Dat is een Goldwing. Het is vroeger begonnen met Honda met een Boxer 4. Dit is al een 6. Volgens mij is dit een 1500. Dat weet ik niet, hè? Ja, dit is een 1500. Dit is de eerste 6-cilinder Goldwing. Ze zijn begonnen met 4. Ze hebben nu nog een 6-cilinder. Dat is een 1800. Super comfortabel. Met een racemotor heb je eraan. Die dingen trekken best wel door. Zit heerlijk, ook voor grote mensen, dat zie je wel, de baas staat erachter denk ik. Dus ik heb er één keer op gereden, het is eigenlijk gewoon een auto zonder portieren, zeg maar. Lijkt mooier dan een auto. Ja, nou ja, wat over hè, je rijdt als een hele snelle GT-auto. Draait echt als een kanon. Ja. En dat 30 jaar geleden. Ja, is je al 30 jaar oud? Nee, deze denk ik 30 jaar. Ja, oké. Okay. Maar is 30 jaar, van wat voor jaar is hij, zei je? Nou, precies weet ik het niet. Maar hij is in 96 is hij in Nederland gekomen. Oh, dat is een Amerikaan. Zal ik wel een mileteller opzetten of niet? Een Canadees. Ja. Ja, die hebben ook miles, hè? Ja, miles travels. Ja. Nou, wel super comfortabel zijn ze. Dat zei ik, heb er één keer op gereden. Dat is echt. Top. En rij je veel kilometers? Nee, heel weinig.
Als je kilometers rijdt, dan wil je het comfortabel doen. Juist. Dit was hem weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dag.